U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Vandaag opnieuw een grijze dag met in de ochtend hier en daar wat hele fijne motregen, want de meeste plaatsen is het droog gebleven. Vanuit de satelliet zag het er zo uit. Nederland onder een laag bewolking. Opklaringen waren wel in de buurt, die vonden we met name boven Denemarken en Noord-Duitsland. Heel voorzichtig komen die opklaringen iets dichterbij, maar het gaat zeer traag en de kans is groot dat die opklaringen in de loop van de avond en nacht ook gewoon weer dichtslippen. Betekent voor vanavond dat het op de meeste plaatsen grijs blijft, op de meeste plaatsen is het droog en temperaturen liggen in het algemeen net iets boven het vriespunt. Vanavond, vannacht, later in de nacht zakt de temperatuur tot net iets onder nul, met name in het oosten en noordoosten van het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in de loop van de dag misschien een licht buitje langs de kust. Een spaarzame opklaring is mogelijk, verder opnieuw een tamelijk grijze dag. Als die neerslag wat verder het binnenland inkomt, dan is er kans op wat winterse neerslag. Dat betekent de kans op natte sneeuw of wat motsneeuw. En het zijn allemaal zeker geen grote hoeveelheden, maar er kan dus een klein beetje vallen. Temperaturen liggen in de loop van de dag tussen plus 1 en plus 4 graden. We houden een noordoostenwind, matig tot vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. Dan gaan we naar de woensdag en dan zien we meer ruimte voor de zon. Het blijft droog, het wordt 2 tot 5 graden en we houden een noordoostenwind. Donderdag nog weinig verandering. Vrijdag begint de wind langzaam te draaien. Is er meer bewolking en zou er hier en daar wat lichte neerslag kunnen vallen. Mogelijk met een winterskarakter. Maar opnieuw zijn de neerslaghoeveelheden zeker niet groot. 4 tot 6 graden is het op vrijdag. In het weekeinde zien we de temperatuur voorzichtig iets verder oplopen. Vooral op zaterdag en de dagen daarna wordt de onzekerheid groot. Het lichtgrijze gebied toont dat aan met maximumtemperaturen die misschien net boven nul liggen op de maandag. Maar net zo makkelijk wordt het ook een graad of 8. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.